Een ander grensoverschrijdend geval is ook nog steeds het gesprek van de week. En dan hebben we het over Matthijs. Uh, Matthijs van Nieuwkerk. Over dat filmpje waar ja. Eus uh, vrijdagavond over begon bij Umberto. Maandagavond nog over doorsprak bij de heren van VI aan tafel. Er is een filmpje van Matthijs van Nieuwkerk... opgenomen tijdens de repetities van het programma... waarin Matthijs uit zijn slof schijnt te schieten. Iedereen heeft dat filmpje in Hilversum volgens Eus gezien, vertelde die. Maar wie je ook belt, wie je spreekt, wie je appt vandaag, gisteren... Uh, eigenlijk vanaf vrijdag zijn we al natuurlijk op zoek naar dat filmpje. Niemand heeft het... Gezien, gehoord. Uh, sommige mensen, en dan kijk ik even naar jou René... kennen wel mensen die het filmpje mm -hmm. hebben gezien. Mm -hmm. Klopt dat? Zeggen dat ze het gezien hebben. Zeggen dat ze ja, het gezien zeker. hebben. Um, maar het blijft allemaal een beetje onduidelijk. Maar laten we even kijken naar wat uh, Eus uh, Vrijdag vertelt. Er is ook beeldmateriaal van... Uh, wat ja. voor beeldmateriaal? Nou... Um, nou ja, jij repeteert hier denk ik ook. Zeker. Ja, nou ja die repetities worden ook opgenomen, of ja. je dat weet. Dus verdraag ja. je tijdens de repetitie? Ja. Je kan alle repetities van mij opvragen van de afgelopen twintig ja. jaar. Ja, en dus je gaat niks vinden. De... ja, dat is wel beeld dat je ziet inderdaad... dat het niet zo uh, gezellig je, aan toe gaat. Je, je hebt, je hebt in het jou. gezien hm. nu. Ja, ja. Maar niet, niet fysiek wel, dus we nee. gewoon, uh, dat wel dat het er niet, niet het gezellig temperament. is. temperament. Uh, de woorden die er zijn, hoe het met elkaar omgaat. Hoe heb je die beelden gezien? vroeg me af. op een telefoontje. Dat, dat wordt rondgestuurd. Op ja, dat is, uh, dat is ook geen geheim. Stond in de AD. Er is kennelijk zo'n actiegroep uh, van oud dvd die zich uh, tegen hem heeft gekeerd. En zij hebben allerlei beelden en weet ik veel wat. Ja. Oké, okay, dus dat, want je gaat je bijna afvragen of dat filmpje überhaupt bestaat dan als niemand. Het heeft of heeft gezien, maar het, nou, wat René zegt, hij kent iemand die het heeft gezien. Maar wat is nou zo en... belangrijk aan dat filmpje? We, hebben, we weten toch alles. Alles is beschreven in rapporten en zo. Waarom zouden we nou, nog Dat is weer denk, denk ik wel degelijk anders dan wat dat zie je aan Eus. Die heeft ook de Volkskrant gelezen, die heeft ook het rapport gelezen. Um, um, maar die is nu toch een beetje aan het keren in zijn mening. Die heeft hè, tot, tot tot vrijdag eigenlijk uh, uh, altijd uh, is hij. Paul voor zijn vriendschap gaan staan en zegt nu... ik heb wel een paar vragen aan Matthijs. Uh, nou, doordat mij, hij het gezien doordat heeft. Dat ja, filmpje ja. heeft gezien. Ja. Dus... Als dat filmpje, hè, er zijn nu natuurlijk heel veel mensen, Johan Derksen voorop en heel veel mensen die zeggen: Ja, hij is gewoon af en toe even uit zijn slof geschoten. Hij is boos geworden, maar dat moet kunnen als je een talkshow host bent of waar dan ook, op welke werkvloer dan ook, moet je af en toe even op je strepen kunnen staan en met je vuist op tafel ja, kunnen slaan ja. en zeggen: Ik wil het dat het zo gaat. Uh, zeker als je op een gegeven moment aan het roer ergens uh, staat. Dus dat is wel een dingetje dat je zegt: Nou ja, als je het ziet, dan zie je echt wat er gebeurt. En dat kan best een, een impact hebben, dus ik begrijp. Ik begrijp wel dat heel veel mensen nu zeggen: nou, laat mij dat filmpje ja, dan ja. maar zien. Ja, daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Verschillende partijen hebben gereageerd vandaag. Ja, want wij hebben eventjes gekeken, Bien en Vara. Zijn ja. zij dan op de hoogte van het filmpje? Hebben zij het gezien? Zij laten weten. Wij doen even niet mee aan alle aandacht die er nu is voor een filmpje dat rond zou gaan. Het is voor ons ook niet van belang. De aandacht moet gaan naar het rapport van Rijn. En hoe we met elkaar een veilige werkomgeving voor iedereen kunnen garanderen. Dus we hebben ook even met de commissie van Rijn gesproken. Is dit filmpje dan ook. Te, hè, tijdens al die interviews met die honderden mensen die zij hebben gevoerd het afgelopen jaar. is dit filmpje ter sprake gekomen? Is dat misschien ook gevoegd in het, in het rapport? Ja. Nou, zij laten weten dat dat niet zo is. Of althans, zij zeggen. Het onderzoek is voornamelijk uit verklaringen opgebouwd. Voornamelijk? Dus voornamelijk verklaringen. Dat wil niet. Dat is geen nee. Dus het kan zijn dat zij. Het filmpje wel hebben gezien, um, maar ze willen daar eigenlijk verder niet op, uh, op, op ingaan vandaag. Dus blijft de vraag: ja, waar is dat filmpje? Is dat dan echt Ampathie bekend? He, want dat schijnt in een appgroep van oud-werknemers van de Wereldraad door rond te gaan. Ik ben benieuwd of het dan boven water komt. Je zou zeggen dat het dan al wel de afgelopen dagen op een Jules-kanaal of op een redactie bij ons of waar dan ook op zou moeten hebben gedo gedoken. Nou, we gaan het beleven of niet.